Dit is Eemland 1. Eemland 1 actueel. Nieuws, achtergronden, feiten en meningen uit Baren, Bunschoten, Spakenburg, Soest en Soesterberg. Met op het halve uur het nieuws uit de regio en het weerbericht. Eemland 1 actueel. Vandaag met Jan Heil. Een hele goede morgen. Het is donderdag 5 mei en dat is de dag dat wij de bevrijding vieren. Herdenken hebben we gisteren 4 mei gedaan en de hele uitzending van Eemland 1 actueel van vandaag, die staat in het teken van herdenken, gedenken, feestvieren, stilstaan bij alles wat er in de wereld gebeurt en wat er in de wereld gebeurd is de afgelopen jaren. Dat doen wij door middel van een aantal reportages die onze collega's Antoinette Temmink en Arjan Klaver hebben gemaakt. Gisteravond bijvoorbeeld het vertrek van het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Soest. Arjan Klaver was vanmorgen bij de aankomst en op dit moment is Antoinette Temmink bij het verzetsmonument waar het een en ander gaat gebeuren als start richting de opening van de Vrijheidsdag. Enfin, dat hoort u allemaal het komende uur in Eemland 1 actueel. Baptiste, zo heet de beste man. En hij zong over freedom. Nou, daar gaan we het vandaag de hele dag over hebben. Met diverse feestelijkheden in de regio Eemland. Met name een grote samenwerking met het comité 4 en 5 mei. Soest en Baren. Daar zal ik later ook nog wel iets over vertellen. Wat er allemaal te doen is vandaag. Wij spraken de nieuwe voorzitter van het comité 4, 5 mei, Nico Huizing, net voor deze uitzending, omdat hij op dit moment bij het Verzetsmonument in Soest is, omdat daar de feestelijke opening van de Vrijheidsdag bezig is. Daar hoort u later in het programma weer alles van hoe dat verlopen is.
Zoals ik al zei, wij spraken Nico Huizing net voor deze uitzending. Hele goedemorgen. Ja, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Nico Huizing, u bent sinds kort de Spreksprint, de nieuwe voorzitter van het comité 4, 5 mei. Ja, dat klopt. Dat klopt. U heeft Fred Heininga opgevolgd, die ons helaas plotseling is ontvallen. Dat was sowieso wel een grote schok en verslagenheid. Maar gelukkig bent u bereid gevonden om in zijn grote schoenen te treden, hè? Ja, dat is mij ook. En we hebben een noodgedwongen vrij korte fase gehad van voorbereiding. Ik denk dat als we alles in oogschouw nemen, dat het per saldo, met name ook in verband met het feit dat heel veel mensen die ook al betrokken waren bij de organisatie van 4 en 5 mei, dat die dingen gewoon uit zichzelf doen. Mm-hmm. Dat is ook geruststellend als je net voorzitter bent, dat je kunt vertrouwen op mensen die weten hoe de weg is. En ik heb gisteravond laat nog even contact gehad met Peter van Essenveld, de organisator van Soesterberg. Nog even samen geëvalueerd hoe we vinden dat het gegaan is. En we hebben een aantal nieuwe elementen in de herdenking gebracht. En dat is denk ik zeer geslaagd. Nou, kijk eens aan. En ik kom nu net van de atletiekvereniging Pijnenburg. Daar heb ik ontbeten met de lopers die vannacht het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Soest hebben gebracht. Ja. En die zijn nu in Soest bezig om zich te verplaatsen van de atletiekvereniging naar het verzetsmonument, waar het bevrijdingsvuur zo meteen om 9:00 door burgemeester Metz zal worden ontstoken. Ja. En de stemming in het clubhuis net was fantastisch. Nou, wij gaan het in dit programma 1-1 Actueel nog allemaal horen van onze verslaggevers Antoinette Temming en Arjan Klaver. Die zijn er ook bij geweest, zodat wij, degene die het gemist hebben, een impressie hebben hoe dat allemaal gisteravond met die lopers en de terugkomst en het ontvangst enzovoort allemaal mooi is gelopen. U bent natuurlijk sowieso natuurlijk blij dat het eindelijk weer gisteren, 4 mei, een fysieke herdenking was, hè? Nou, dat denk ik een enorme opluchting. Het is overigens wel zo dat het nog wel lang onzeker was of dit allemaal zou kunnen, op de manier zoals we dat allemaal ons hebben voorgesteld. Maar dat is inderdaad heel goed. En ik denk ook dat we gisteravond in ieder geval in Soest ervoor gezorgd hebben dat we een hele intieme en waardige bijeenkomst hebben gehad. Er waren veel mensen. En ik denk ook dat dat door twee oorzaken kwam. De eerste oorzaak is natuurlijk dat het weer kan en dat we het weer buiten met elkaar kunnen vieren. En de tweede oorzaak is natuurlijk gelegen in de crisis die we op dit moment in Oost-Europa hebben. Dat de mensen nu gewoon weer een keer met de neus op de feiten worden gedrukt over hoe belangrijk het hebben is van vrijheid en democratie. Ja. En dat we gewoon nu aan de lijve meemaken. Hoe het is als het niet zo is. En wat voor een enorme effecten en gevolgen dat heeft. En dan ook meteen op generaties tegelijkertijd. Mm. Ik heb gisteravond bij mijn speech nog iets verteld over een overtuigend verslag van een tante van ons over de bevrijding van Groningen. Ja, en eigenlijk is dat maar ben ik maar één generatie verder. En ik heb die mensen gekend en ik ken de situatie. Dus je ziet ook gewoon dat als het dus inderdaad oorlog is, hoe lang dat dus doorgaat met de effecten daarvan. Ja, ja. Daarom. En dan moet je dus realiseren dat het zo goed is dat we nu in Nederland wel vrijheid en democratie hebben en dat we kunnen vieren wat we nu vieren. Ja, daarom is het ook zo belangrijk om te blijven herdenken. Hè? Want u zegt dat u, net als ik trouwens, maar één generatie verder, dus zo lang is het eigenlijk allemaal niet geleden. Blijf erover praten en blijf het herdenken. Dat klopt. Nou ja, strategisch gezien wil ik met ons comité 4 en 5 mei eraan gaan werken. En dat doen we na vandaag om ervoor te zorgen dat we dat herdenken. En dat vieren, dat we dat op een goede manier gaan doorgeven aan de volgende generaties. Ik ga daarmee ook in overleg met de basisscholen en de middelbare scholen. Mm-hmm. En het andere speerpunt moet zijn om de mensen die nu allemaal zeggen tussen de 25 en de 55 zijn, om die ook op een zodanige manier bij te betrekken.
dat, dat die dat ook niet weten. Ook dat is een speerpunt van het Nationaal Comité. Dat, die heeft daar overigens fantastisch materiaal voor beschikbaar. Laten we zeggen, niet alleen fysiek, maar ook, vooral ook online. En nou ja, daar gaan we, moeten we gewoon mee aan de slag de komende jaren. En dat gaan we doen. Je zag het gisteravond bij de nationale herdenking met de koning en koningin op de Dam ook al. Hè, dat de kransleggingen, hoeveel klein- en achterkleinkinderen daarbij betrokken waren. Ja, nou, ik heb vanochtend om 6:15 even naar de samenvatting gekeken op de televisie. Dus ja, dat heb ik inderdaad ook gezien. Ja, en ik hoor het al, die richting wilt u voor ons comité hier Soesterberg ook op. Nou, goede gedachten. Goed te horen dat het gisteravond mooi en waardig is verlopen. Er waren een paar kleine veranderingen ten opzichte van vorige edities. En die zijn goed bevallen, neem ik aan. Ja, die zijn zeer goed uitgepakt. En vooral het, laat zeggen, de nazit op en rond het Verzetsplein is ontzettend geslaagd. Er zijn heel veel mensen gebleven. Die hebben allemaal een kopje koffie of een kopje thee of een frisdrankje gehad. En ja, dat heeft denk ik iedereen ook goed gedaan om daar na 2 jaar afwezigheid bij het monument, om daar nog even wat extra tijd aan te besteden. Dus dat is goed geslaagd. Ik ben er ook blij om dat we dat hebben besloten om dat te doen. En ik denk ook wel dat we dat erin gaan houden de komende tijd. Nou, goed initiatief. Nogmaals, fijn dat de herdenking zo goed gelopen is. Op vandaag naar de feestelijkheden. Want nu gaan we de bevrijding, zeg maar, herdenken en daar feestelijk bij stilstaan. Gaan we doen. Ik ben op weg naar het ontsteken van het bevrijdingsvuur. En daarna gaan we vanmiddag naar de Paleistuin bij Paleis Soestdijk om daar het bevrijdingsfestival te beleven. Dat is ook de eerste keer dat we gaan samenwerken met ons comité in Baren. Dus dat is ook heel goed dat we dat doen. Mooi. Vanavond nog het bevrijdingsconcert in de Rank. Kortom, genoeg te doen vandaag. En wij staan daar het komende uur uitgebreid bij stil. Dank alvast dat u een tipje van de sluier oplichtte. Wij gaan het er uitgebreid daarover hebben. Nico Huizing, voorzitter, comité 4, 5 mei, Soesterberg. Dank en ongetwijfeld tot volgend jaar. Ja hoor, prima, dankjewel. Dag. Just one kiss, I'm
Ja. Ze heet Sia en ze zong over hostage. Ja, we hebben het nog steeds over 5 mei. Dat is vandaag. We vieren bevrijding. Moeten we vooral dubbel doen vandaag met alles wat er in de wereld aan de hand is, helaas. Maar goed, hier kunnen we het in ieder geval in Nederland vieren dat we vrij zijn. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Gisteravond is er in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. En dat wordt dan altijd opgehaald door lopers van Pijnenburg moet ik zeggen. Ja, van de atletiekvereniging Pijnenburg wordt er dat vuur opgehaald. En dat wordt dan naar Soest gebracht. Als goed is dat er inmiddels allemaal. Maar dat hoort u in de loop van de uitzending hoe dat verder gaat. Gisteravond was onze Antoinette Temmink aanwezig. En sprak met een van de organisatoren van Pijnenburg. We staan bij Pijnenburg. Het is 4 mei. 'S Avonds om 9:30. En naast mij staat Steef Biesterveld. En waarom staan we hier, Steef? Ik ben klaar om met een hele groep hardlopers naar Wageningen te gaan met de bus. En dan in Estafettevorm terug te lopen. En dat doen we om de beurt, zoals ik zeg, in Estafettevorm. Je haalt het vrijheidsvuur op? We halen het vrijheidsvuur op. En dan lopen we met elkaar hierheen. En dan genieten we van een ontbijtje. En dan gaan we daarna door naar het Verzetsplein. Ja. Om het vuur door te geven. Het is een hele organisatie. Ja, het is een heel gedoe. Ja. Hoeveel lopers heb je? We hebben in totaal 30 lopers. Ja. En daarnaast zijn er nog 4 fietsers en 2 EHBO'ers. En dat gaat zo allemaal in de bus? En dat gaat zo meteen allemaal in de bus. Ja, oké. En de lopers zelf, hoeveel lopen die? Hoe heb je dat georganiseerd? Nou, dat laten we eigenlijk op zijn beloop. Alleen ik geef wel aan dat je niet met 30 man kan beginnen en dan allemaal in de bus kan zitten. Dus dat gaat automatisch rouleren. En wat je heel vaak ziet is dat in het begin dat er wat meer lopers gaan. En dan de nacht door, dan zijn het echt de langere afstandlopers die doortrekken. En dit jaar is het wel heel bijzonder. We hebben mensen die 30 kilometer willen proberen te lopen. En we hebben er zelfs eentje bij die het hele parcours wil afleggen. Maar hoe doe je dat dan? Want er zijn mensen die verschillende tempo's hebben. Hoe organiseren jullie dat? De afspraak is heel duidelijk. We gaan zo snel als de langzaamste. En daar houdt iedereen zich aan. En dat is soms moeilijk, want als je onder je niveau moet lopen, dan is dat heel zwaar. Maar als je boven je niveau moet lopen, dat hou je niet vol. Nee. Ik neem aan dat niet alleen Pijnenburg in Wageningen is. Nee. Ja, ik weet niet hoe druk het dit jaar wordt. Maar de andere jaren dat ik er ben geweest, er waren er wel 1100 lopers die verzamelden in Wageningen. En dan over heel Nederland uitzwerven terug naar hun woonplaats. En als je in Zuid-Limburg woont? We hadden mensen van Maastricht erbij en van Groningen en van Middelburg. Echt van alle uithoeken in Nederland die staan daar. Ja. Nou, we gaan jullie zo uitzwaaien. Ja. En ik hoop dat je ons vannacht nog een beetje op de hoogte houdt, want dat we zijn natuurlijk wel benieuwd. Dat ga ik zeker doen. Hartstikke leuk. Heel veel succes. Dankjewel. Dag Mirjam. Hi. Jij gaat vannacht lopen. Klopt. Heb je het al vaker gedaan? Nee, het is de eerste keer. Ben je zenuwachtig? Nou, dat niet, maar ik vind het wel erg leuk. Ja? Ja. Hoeveel ga je lopen, denk je? Nou ja, ik sowieso al 10 kilometer. Terug moeten we natuurlijk ook, als we in Soest weer aankomen morgenochtend, moeten we natuurlijk ook weer van Pijnenburg naar de vereniging, naar de burgemeester, die staat op ons te wachten. Dat zal zwaar zijn, denk ik, hè? Ja, dan ben je moe en dan wordt het wel pittig. Ja. Maar ja, ik denk dat ik wel iets meer dan 10 ga lopen. Maar ja, je moet ook voelen. Je kan nooit van tevoren weten. Nou. Dus vooral gewoon genieten met elkaar, dat is het belangrijkste. En het is geen prestatie lopen. Nee. Dus we doen gewoon wat we willen en kunnen lopen. En met elkaar gezelligheid en plezier maken. En de vrijheid vieren. De vrijheid vieren, daar heel belangrijk. Gaat het om. Ja, heel goed dat je dat zegt. Wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. Ja, u hoort ze allemaal aankomen. Ze gaan de bus in. Heel veel succes allemaal. Tot morgen. Het vuur is onderweg naar Soest en we geven u een impressie van de nachtloop. Het is een en al gezelligheid hier. Sommige mensen gaan lopen, die lopen naar de start. En sommige mensen schieten de bosjes nu al in. Er staan grote rijen voor de Dixies. Bordjes Westerveld, Tilburg, Heerde, Breda, Almelo, Nijkerk, Utrecht,
We hebben ze allemaal al voorbij gelopen en wachten op onze startplek. We zijn er bijna om de fakkel in ontvangst te nemen. We staan bij het ontvangstcomité, bij de brandende fakkel, bij een paar houten metoten. En we krijgen zo dadelijk de fakkel aangereikt. Om daarna te gaan lopen naar onze eigen woonplaats. Hey. Wil je aanpakken? Nee. Het zal heel goed zijn geweest. Maar neem de vrijheid mee. Gaan we doen. Iedereen in Soest en de dorpen eromheen. Geniet van een mooie bevrijdingsdag. En kom volgend jaar gewoon weer terug. Gaan we doen. Weer met 40 lopers. En bedankt jullie voor het dag. Dankjewel. Dankjewel. Grote groep en veel jongeren. Succes, hè. Dankjewel. We komen er vandaan. Soest. Soest. Wat was het bord? Wat was het bord? Dat is een bord! Oh, daar is het bord! Even wachten! Waar gaan we naartoe? Huis! Kom, dat valt er beter dan! 1, 2, 3! De vraag is namelijk, hoe of jullie je voelen? Na zo'n hele nacht. Het is inmiddels is het, hoe laat is het? 6 uur? 5 uur? Half 6? Nou, het is nu weer licht, dus het is minder, maar ik was net er. Ja? Maar inmiddels gaat het goed. Ja hoor. En Emily? Jij houdt het ook vol? Caitlin dus goed? Jada? Moe, oké. Moe maar voldaan? Ja. Jullie zijn wel heel serieus. Ja, 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 oké. Was het leuk vannacht? Ja. Goed zo, zo hoor ik het graag. Het is nu 5 mei, 6 uur 36 en wij zijn nu inmiddels aangekomen op de Birkstraat in Soest. En dan vraag ik even aan iedereen, hoe gaat het met jullie? Fantastisch! En hebben jullie lekker gelopen? Heerlijk! En hebben we er nog zin in? Natuurlijk! Nou, fantastisch. Dankjewel Steve, Annette en Mirjam, de reporters van Pijnenburg vannacht. Ga lekker ontbijten, we zien elkaar straks weer bij het Verzetsmonument. Everybody needs just a little affection. Everybody hurts, everybody heals. Everybody wants just a little connection. Everybody needs just a little attention. Everybody hurts, everybody heals. Ooh, 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 ooh. A beautiful day. Freedom, freedom, freedom for change. Everybody wants just a little direction. Everybody needs just a little conviction. Everybody hurts, everybody heals. Everybody wants just a little protection. Everybody needs just a little rejection. Everybody hurts, everybody heals. Ooh, 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 ooh. A beautiful day. Freedom, freedom, freedom for change.
until I kissed ya. How did I exist until I kissed ya? Never had you on my mind. I kissed ya. Oh yeah. Things have really changed since I kissed ya. Uh-huh. My life's not the same now that I kissed ya. Oh yeah. You got a way about ya. Now I can't live without ya. Never knew what I missed until I kissed ya. I kissed ya. Oh yeah. You don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. You got a way about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed until I kissed ya. I kissed ya. Oh yeah. You don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. You got a way about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed until I kissed ya. I kissed ya. Oh yeah, I kissed ya. I kissed ya. Oh yeah, I kissed ya. Nou, dat nummer heette Till I Kissed You, toen ik je kuste. Klaas Bijker, goedemorgen. Goedemorgen, 60 jaar geleden. I kiss ya. Ja, nou, we gaan jou ook kussen als het weer vandaag erg mooi wordt op Bevrijdingsdag, hoor. Ja, nee, het is nog niet heel mooi, maar er komt verbetering in. Er zijn wat opklaringen. In de middag, met die opklaringen komen er ook stapelwolken. Daar zouden één of enkele tot een bui kunnen uitgroeien. Ja, ergens hoop ik er wel op, want dan zijn we maar een klein beetje, hoor, een klein beetje bevrijd van de droogte. Ja. Dus dan is het toch nog ook wat dat betreft bevrijdingsdag. Ja, maar er zijn zoveel festivals en festiviteiten. die ene bui, die kan ook nog wel een dag wachten. Ja, dat zou kunnen. Nogmaals, het is heel verspreid op een paar plekken in Nederland, maar je weet nooit, hè? Of Soest getroffen wordt. Ja, nee, dat weet je ook niet. Dat klopt. Nee. Goed. We gaan ervan uit toch dat er overwegend droog is. Maar dan is er vrijdag en zaterdag is er een nieuwe poging. Er komt opnieuw vanuit Engeland komt een buigebied om ons af. Maar dat lost ook weer op richting Nederland. Dus wat er van over is, vrijdag, zaterdag moet nog blijken. Ja, er zijn toch modellen die voorspellen dat er 5 tot 7 millimeter zal vallen. Laat het hopen, maar ik heb er zo vraagtekens over. En als die buien gevallen zijn bij een temperatuur zowel vandaag als in het weekend van 17 à 18 graden, dan gaan we daarna weer helaas een hele lange droge periode tegemoet met ook oplopende temperaturen. Kijk, we gaan zomeren. Ja, bij zomeren hoort de temperatuur boven de 20 graden en misschien wel 25 graden. We zullen het afwachten of de temperatuur zo hoog wordt, maar het zou maar zo kunnen volgende week. Ja. Nou, we gaan het zeker afwachten. Ja, ja, maar dan krijg je wel allerlei akkers waarvan de groene plantjes het niet gaan overleven. Ja, ik heb iemand thuis lopen die ook niet zo blij is met jou. Omdat? Omdat er geen regen valt. Ja, je hoort hoe ik probeer toch van eventuele regen, probeer ik toch dat het echt gaat vallen, hè? Ja, ja. Ja, te ja. Hopen dan dat het echt gaat vallen. Zoals vrijdag en zaterdag. Maar ja, het is niet anders. We zijn het heel erg gewend, helaas. De droge voorjaarsperiodes. En nu schijnt er weer zo'n periode aan te breken. Het is niet anders. Het wordt dan maar een beetje bijsproeien. Ik denk dat er dan ook een sproeiverbod komt, eerlijk gezegd. Oh, nou stoppen we. laten we het nog even over vandaag hebben, tot slot.
Ik hoop van niet hoor, maar ik vrees van wel. Ja. Nou, over vandaag. Ja, zoals ik al zei, de bewolking die we nu hebben, die maakt er ook een beetje killig. Maar die wordt vervangen door de zon. Dus dan zouden we een terrasje kunnen pikken bijvoorbeeld. Of lekker de natuur in. Of de bevrijding vieren. Kan allemaal buiten. Kan allemaal. Nogmaals, met een enkele bui hier en daar. Dat mag je niet meer zeggen. Nee. Plaatselijke bui hier en daar mag niet. Nou, weet je, daar gaan we het mee doen vandaag. Ja. Wij gaan de bevrijdingsfestiviteiten bijwonen hier in Eemland. Ja. Dank voor het weer van vandaag. En morgen spreken we je natuurlijk weer. Gaan we doen. Okay. Een mooie dag toegewenst. Dank je. Dag. Dag. En u hoorde vanochtend al in ons programma hoe Antoinette Temmink gisteravond vanuit Pijnenburg de lopers die het bevrijdingsvuur in Wageningen zouden ophalen hebben uitgezwaaid. Nou, vanochtend was Arjen Klaver, is die ook eens een keer vroeg wakker, heel vroeg bij Pijnenburg om daar de lopers binnen te halen. En dan zie ik hier gewoon een mejuffrouw lopen en die wil nog heel graag naar het toilet, maar die moet ik even stoppen. Want jij bent de eerste die hier aankomt. Klopt. Kan je het nog even inhouden? Ja, dat lukt wel. Mag ik even je naam weten? Mirjam. Mirjam. Ja. En jij bent de eerste die hier aankomt en welk traject heb jij gelopen? Ik heb 21 kilometer gelopen. Ja? Ja. En waar was dat traject? Ook op de Grebbeleberg? Ja, ik weet het. Ik ben heel slecht in... Ja, je bent zo hartstikke moe. Je ziet er wel heel moe uit. Ja, ik ben ook moe. Maar wel voldaan. Jazeker, het was ontzettend gezellig. Maar het was ook heel donker. Ja. Erg donker op de weg natuurlijk. En, maar liep je dan helemaal alleen of liep je dan met een groepje? Nee, met elkaar. Ja? Ja, we hebben ook wel bij elkaar zijn we gebleven. Ja, wat was het hoogtepunt? Nou, dat we gewoon onwijs gezellig met elkaar hebben gehad. Veel gelachen. En heel veel saamhorigheid. En dat vind ik toch het belangrijkste. Ja, en er was een kroeg. En hebben jullie even ingedoken om een biertje te drinken? Dat doen we niet. Jullie zijn gewoon doorgegaan. Ik ben heel fanatiek sportief bezig geweest vannacht. Ja. En ik doe het volgend jaar zo weer. Ik, ik zie je benen wiebelen, dus je moet maar even heel snel naar het toilet. Ja, dat ga ik zeker doen. Goed zo. En wat is jouw naam? Mirjam. En jij bent hier lid van Pijnenburg. Ja, oké. Dan ga ik naar de volgende. Ja, dankjewel. Goed. Geen dank. Wie heeft er nog meer gelopen? Ja, het zijn allemaal kinderen die hebben het ook allemaal gelopen. Kijk eens aan. Hallo, ik ben van de radio. Hallo. Waar ben jij geweest? Welk stuk heb jij gelopen? Ik weet het niet meer. Dat weet je niet meer? Je ziet er wel een beetje gesloopt uit. Kan dat? Ja, dat kan. Wat is jouw naam? Britten. Oh, god, ga maar lekker een bolletje eten. Ja, bedankt. Die zijn gesmeerd. Oh nee, staat de radio mevrouw. Zo, dan gaan we naar meneer, want die komt er nu aan. Helemaal gesloopt, die zit er helemaal doorheen. Ja, goedendag. Van hier naar Tokio. Ja, van hier tot Tokio? Nee, van Wageningen naar Soest natuurlijk. Ja. Wat is jouw naam? Dirk Smit. Jij ziet er nog wel fris uit. Ja, maar ik heb wel veel gelopen. Ja, waar heb jij, welk traject heb jij gelopen? Oh, dat is een moeilijke vraag. Ik ben niet zo goed in topografie. Nee. Maar ik ben om 2 uur ben ik uitgestapt. Ja. Tot... Uitgestapt uit de bus? Uit de bus, ja. Tot 3:55. Ja. Toen ben ik om 4:00 weer begonnen. Tot 4:45. Ja. En toen van, ik ben eerder uitgestapt. Okay. 3:15. Heb je nog een beetje geslapen? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, ik heb veel gelopen. Oké. En ik kan nog slapen. Als ik actief ben, dan eet ik ook weinig. En dan drink ik weinig. Helemaal duidelijk. En waar heb je je slaapzak uitgerold straks? In mijn bed. Ja, dat denk ik. Op klarinet. Je ziet er wel aardig gesloopt uit. Ja. Hey, dankjewel. Ga even lekker aan het bolletje. En dan gaan we nog even verder. En dan komen we een mevrouw tegen. Kijk hier. Deze mevrouw die heeft ook gelopen. Helemaal fris en fruitig. Nou ja, de fruitig weet ik niet. Ja, maar het was wel heel leuk. Ja, wat is jouw naam? Monique. Monique, je bent ook van Pijnenburg. Ja, ik ben van Pijnenburg. Ja, ja. Enig idee wat je vannacht hebt uitgespookt? Ja hoor, ik was er helemaal bij. Ja? En waar ben je allemaal geweest? Nou, eerst hier begonnen natuurlijk. En toen met de bus naar Wageningen. Oh. Ons aangemeld. Nou, toen, dat is toch een bakkie met de bus? Over ja, hoe het is dat niet? Nee, dat ging heel goed natuurlijk. Okay, ja. Dat was schitterend. En toen zijn we gelopen van de parkeerplaats naar de wereld.
En ja, daar werden we dan de fakkel overhandigd natuurlijk. Met zoveel mensen. En, ja, zoveel mensen. En het is gewoon ja, zo mooi om te zien allemaal. En ja, daar vandaan zijn we natuurlijk een beetje estafette gaan lopen. Terug naar Soest. En ja, hier staan we dan. We hebben het gehaald. Ik zou zeggen, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Welkom in Soest. Ja, dankjewel. Er komt een mevrouw aan met de fiets. Ja. U heeft waarschijnlijk niet meegeholpen, niet meegelopen. Fietst. Je hebt gefietst, dat hele traject. Nou, bijna. Je meent het. Ja, tot na 1914. En toen heeft die andere EHBO-mevrouw In Wageningen ben je begonnen met de fiets. Ja. En toen? En toen? Gewoon dat hele traject. Achter de fiets, achter de lopers. Achter de lopers aan, de hele nacht. De club bij elkaar gehouden. Wij waren herdershonden. Waren mensen die dachten van, weet je wat, ze kunnen me wat. Ik ga een lekker hotelletje in. Nee. Ze zijn gewoon doorgegaan. Ja, soms stond er eentje in de heg en daar wachten we ook even op. Oh, of een plasje? Ja. Of wildplassen, dat mag ook. Nou ja, wat ze er stonden te doen heb ik niet gedaan. Nee, wildplassen mag, ja. Ja, oké. Okay. Hoeveel deelnemers waren er in totaal? Hoeveel deelnemers had je? Want je hebt ze allemaal geteld. 30. We hadden, oh, wacht even, daar komt meneer aan. Meneer, jij bent de trainer van het hele trainer, spul? Ja, en André Verzalen had mij gevraagd om naam te nemen. Ik ben Steef Biesterveld. Oké, okay, wat is jouw naam trouwens? Joke. Joke, ja, dat dacht ik wel. Maar? En we hadden 15 jongeren en 15 recreantenlopers. Dat zijn iets oudere jongeren. Ja, iets meer dan vorig jaar? Nou, de animo is aanwezig. Ja, dat is inmiddels weer 3 jaar terug. De animo was goed. Ja. Geen blessures? Nee. Ja, wel een aantal mensen die heel moeilijk uit de bus komen. Dus die hebben ook buitenzinnig goed gepresteerd. Het is echt onvoorstelbaar. Ja, dat is melkzuur, hè? Dat is echt heel veel melkzuur. Ja. Ja. Maar mensen die normaal een training doen van 8 kilometer en nu boven de 20 zitten, dat is echt bizar. Ja, een enorme prestatie. Ja, dit is eigenlijk een beetje killing eigenlijk. Hè? Zoals ze uit de bus kwamen, leek dat er wel op. Ja. Ja, maar iedereen met een big smile en heel voldaan. Ja. Er komt nog een groepje aan hier, hè, als het goed is. Wat is een estafette? Nee. We zijn al helemaal. Oh, jullie zijn helemaal compleet. We zijn helemaal binnen. Oké, waarom niet tot het einde hier? Met een groepje van 5 of 6? Jawel, er kwam net een hele groep kwam er de bocht om. Wij zijn met de bus het laatste stukje om moeten rijden. Dat snij ik er even uit. Ja. Dat is niet helemaal de bedoeling dit. Nee. Maar goed, dat is die ene mevrouw die heel snel. We zijn er nog niet. Nee. We moeten nu nog naar het Verzetsplein. Ja, maar dat dus neemt dat iemand anders over. Ja, daarom. Ik ben van de ochtenddienst. Ja, dat is ook klaar. Ja, precies. Ja. Hey, ga lekker aan het bolletje en aan allerlei preparaat, want dat hebben jullie wel even nodig. We hebben even wat energie nodig. Goed zo, dankjewel. Nou, dat was onze collega Arjen Klaver, die vanmorgen heel vroeg bij atletiekvereniging Pijnenburg de lopers ontving die het vreugdevuur in Wageningen hebben opgehaald. Ja, en als Arjen Klaver bij een sportvereniging is, dan moet hij altijd natuurlijk even de kantine in. En dan sta ik hier bij een 12-jarig meisje en die heeft voor de eerste keer meegelopen, deze run. Dus je hebt de hele nacht niet geslapen, geloof ik. Ja. Verlang je dan ook naar je bedje, denk ik eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Wat is het om hier mee te lopen? Het is eigenlijk heel bijzonder, want je doet gewoon iets. Ja, je loopt van Wageningen dus naar je dorp of stad toe. En dat is best wel bijzonder om daar mee te kunnen doen. Ja, wat is jouw naam? Jada. Ja, en moet je dan niet naar school? Oh nee, je bent natuurlijk vrij. Ja, het is vakantie. Het is vakantie. Wat ga je het eerste doen als je thuis bent? Douchen en naar bed. En dan slapen tot? Geen idee. Ik denk dat je gewoon de hele dag wakker blijft. Ja, dat zou ook heel goed kunnen, ja. Ja, want je gaat gewoon naar vriendinnen toe en denk je van, weet je wat, ik sla gewoon de slaap over. Nou, nee, ik ben moe. Okay. Wat weet je van de oorlog? Nou, best wel veel, want we hebben op school een heel project erover gehad en zo. Met onze meester, directeur. En die heeft er echt heel veel over verteld. Zoals? Over hoe het begon en over de Eerste Wereldoorlog, wat er allemaal gebeurd is. En elke keer werd dat in een bepaald ding, een bepaalde les werd dat verteld. En we zijn ook naar kamp Amersfoort geweest. En de heftigste les was wel les 5, want dan kreeg je ook echt te horen hoe het ging met die kampen en zo. Ja, de concentratiekampen, hè? Auschwitz. Ja. Nou, dat zijn vreselijke dingen. Mag eigenlijk niet meer gebeuren, maar toch gebeurt het weer. Hè? In Rusland en Oekraïne. Ja, dat is. Ja, we hebben het. Zij zei ook dat we het hebben opgeschreven in een verdrag dat we geen oorlog meer zouden voeren, alleen aan de tafel. Maar toch doen we dat niet. Ja.
En dat is eigenlijk... Ja, we gaan onze beloftes doen, komen we niet na. Wat gaat jouw generatie daaraan doen? Ja, doorvertellen en gewoon proberen te laten zien dat het gewoon... Gewoon laten zien dat het belangrijk is en dat het nooit meer opnieuw moet gebeuren. Dat vind ik een hele goede gedachte. Jij zit aan een bolletje, heerlijk. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, dank u wel. Donovan Frankenwriter heet de man en die zong Free. Ja, dat komt omdat we de bevrijding vandaag herdenken, gedenken en ook vieren natuurlijk. Hè? Want we zijn tenslotte nog steeds vrij in dit stuk van Europa, althans. Veel te doen in Soest, Barend en natuurlijk Bunschoten-Spakenburg vandaag. Leuke dingen, daar kom ik zo nog wel even op wat er allemaal te doen is. We hebben Arjen Klaver gehoord die de lopers vanuit Wageningen met het vreugdevuur binnenhaalde bij Pijnenburg vanochtend om 7 uur. Om 9 uur vanochtend zou de start zijn van de opening van Vrijheidsdag 2022. De burgemeester Metz bij het Verzetsmonument. Antoinette Temmink, rennen om op tijd daar te zijn. Was daar om 8:50, was de boel al aan de gang. Want helaas door een miscommunicatie was men vergeten ons te vermelden dat het niet 9 uur, maar 8:45 begon. Maar toch, Antoinette laat zich niet uit het veld slaan. Te laat. Ja. Dat brandde vuur ook al. Ja, ik denk dat de organisatie jaar een kwartier later moet vertrekken bij Pijnenburg. Je kan beter 10 minuten hier wachten dan dat je de mensen die, komen, die te laat komen. We gingen al iets aan de 10 minuten hier laten staan en dan klokslag 9 uur die vlammen aansteken. Ja. Nee, verbeterpunt voor volgend jaar. Een verbeterpunt voor volgend jaar. Ja, dat was iets vroeger dan verwacht, hè? 9 uur. Dan, maar goed, ze waren mooi op tijd. Ja, ze waren mooi op tijd. En ik was ook, ik had voorbericht gehad. Ik wist dat ik om 8:45 moest zijn, want je weet het nooit. Het is toch een endlopen Wageningen hier naartoe. Ja, luisteraars, u hoort het al. Burgemeester Metz staat hier. Toch helden, hè, van Soest. Ja, vind ik wel. Want dit zijn echt de jonge lui die... Want het zijn nu heel veel jonge lui deze keer... die vrijheid ophalen. Hè, in de symbolische vorm van de vlam. En natuurlijk, natuurlijk ook de vrijheid doorgeven in de volgende generatie. Geven bij de groepsfoto staan. Ja hoor, natuurlijk. Ja,
Namens Radio Soest wil ik u even wat vragen. Ja, uw naam is? Mijn naam is Joop Witteveen. Joop Witteveen, en u bent heel bekend hier van elk jaar erbij. Nee, ik ben een Baarnaar eigenlijk. En? Maar ik zit hier nu in Molenschot. Ja. Want ik heb 8 december heb ik mijn heup gebroken. En toen ben ik via de revalidatie ben ik in Molenschot terechtgekomen. Ik had liever naar Baren gegaan, maar er was geen plaats. En dus zit ik nu sinds januari zit ik in Molenschot. En u heeft de oorlog meegemaakt? Ja, ja, ik ben 95. Ja, ja. Nou, geweldig dat u hier bent en dat u dit toch nog mee kan maken op dit moment. Ja. Geweldig. Ik had tegen mijn zoon gezegd, ik ga wel in de, in de huiskamer staan. Ja. Ik zeg, dan zal ik wel zwaaien, maar ik was zo vroeg op. Nou, lekker. Ik heb mij lekker aangekleed, ik heb gegeten en ik ben hierheen gegaan en ik was goed zat. Heel verstandig en ik hoop dat u toch geniet van deze bevrijdingsdag. Ik heb wat genoten. Ja. Ja, ik zie u praten met de mensen van de beveiliging. En ik had net al tegen hem gezegd van... De verkeersregelaars. Ja, de verkeersregelaars. Ja, dat dat heel belangrijk is. Wil Soest dit soort evenementen kunnen blijven organiseren? Ja, verkeersregelaars zijn superbelangrijk. Juist omdat als er een keer een evenement is op straat of een, zoals nu een tocht die zich verplaatst. En mensen gaan gewoon hun eigen gang. Omdat ze gewend zijn op de minuut te plannen of liefst nog eentje daarna. En dan hebben we verkeersregelaars nodig om alles veilig te houden. Ja. En er straalt ook gezag vanuit, hè, dus dat is belangrijk. Er straalt daar gezag vanuit, want soms denk ik wel, worden deze mensen wel serieus genomen door... Oh, ja hoor. Door de, ja, wel door u en door iedereen die loopt hier. Maar echt door de automobilisten en dergelijke? Ja, veruit de meeste. Het scheelt. Soms gebeurt dat niet, maar ook de meeste zijn heel netjes, die volgen alles goed op. En het voordeel is, we hebben natuurlijk een stichting verkeersregelaars in Soest. En dat heeft het voordeel dat we eigenlijk altijd beschikking hebben over verkeersregelaars. Ook heel veel naar Amersfoort gaan, heel veel ingehuurd worden in Amersfoort. Mensen zijn allemaal ervaren. Okay. En dat scheelt een heel stuk. Ja. Mag je nog even je naam vermelden? Dat is toch wel leuk voor de radio. Rob Gouderiaan. Dat weet iedereen al. One and only, zou ik zeggen. Ja, maar goed, nee, maar het is wel super belangrijk. Ik heb 1 keer meegemaakt dat mensen zich er niet aan hielden en dan is het ook wel goed. Dat zij melden via de portofoon dat er iemand zich er niet aan houdt, kenteken doorgeven. Dan is die 2 kilometer verder aan de beurt met de vrienden met de blauwe lampen. Ja. En dan heb je een hele pittige bekeuring te pakken. Ja. En terecht. Ja. Staan er nog meer momenten vandaag voor u te gebeuren? Of ja, activiteiten nog... waar u bij moet zijn? Nee, ja, ik ga vanmiddag ga ik naar Paleis Soestdijk. Samen met mijn collega daar ben ik uitgenodigd om het concert bij te wonen. Het college van BNW is daarbij aanwezig. En vanavond het bevrijdingsconcert natuurlijk van Odeon PVO in de Rank. Dan wens ik u een hele fijne dag en dank voor het interview. Graag gedaan. Volgens mij, Jaap, maak je altijd foto's, maar word je wel eens ooit geïnterviewd? Nee, eigenlijk nooit. Nee, hè? Nee. Ik zie je overal bij. Oh, sorry, dat vind ik wel heel leuk. Ja. Ja, foto's ook en overal? Ja, foto's die gaan sowieso naar het comité 4, 5 mei. En naar de Soestkrant. Ja. En doe je het nou uit hobby of doe je het professioneel? Nou, ik ben wel professioneel fotograaf, maar dit doe ik als vrijwilliger voor het 4-5 mei comité. Zo, ja. Dus met Simpel. Nou, we zien je overal. Dus ja, ik wil je toch nog even horen. Dankjewel. En zie je bij het volgende evenement weer. En veel plezier. Dankjewel. Kijk, Steve, je hoort altijd commentaren. Maar ik vind dat jullie het eigenlijk geweldig hebben gedaan. En ja, alles is voor verbetering vatbaar. Wat is nou voor jou zelf als je terug even snel in die nacht... Wat vond je nou een heikel punt voor je als organisatie? Het meest heikele punt is dat je met zeg maar 30 lopers bent. En dat op een gegeven moment dat het enthousiasme in de bus zo groot wordt dat de helft van de groep buiten aan het lopen was. En dat is natuurlijk hartstikke mooi dat ze zo enthousiast zijn. Maar op een gegeven moment worden die helft die wordt moe en die komt dan naar binnen. En dan moet je de rest van de tijd moet je vullen met dat andere helft. Ja. En dan wordt het op een gegeven moment wordt het penibel van gaat die vlam nog wel door? Want op een gegeven moment liepen er 2 of 3 liepen er buiten met het vlammetje. Ja. En de rest zat binnen uit te rusten. Ben je niet altijd bang dat die vlam toch uitgaat? Ja, dat is natuurlijk ook zoiets waarvan je denkt van oh jee. Ja. Maar goed, we hebben reservevlammen bij ons zo gezegd. Dus dan gaat het wel goed. Maar meestal blijft die netjes branden. Ja, ik vind de mensen allemaal nog redelijk fit hier staan. Ja. En, ja. Nou, we hebben wel vanuit de bus ook de mensen in de gaten gehouden. Er waren een aantal die waren zo enthousiast, die bleven maar lopen. Dan zeg je op een gegeven moment, goh joh, kom naar binnen, want we moeten nog 40 kilometer. En dan... Op een gegeven moment zei je ook gisteravond tegen mij van, er is iemand
er is iemand die de hele route loopt. Ja. Ja. Is dat dat is hem niet gelukt. Hij deed wel zijn best. Ja. Hoeveel kilometer is totaal? Het is alles bij elkaar tot met hier is het ruim 55 kilometer. Ja, dat is meer dan een marathon. Dat is veel meer dan een marathon. Ja. Maar het eten speelde hem iets op. En dan kan je niet meer lopen. Maar verder geen zieken gehad? Nee, helemaal niet. Hij ook niet. Want hij heeft het eerste stuk geloof ik 32 kilometer gelopen. Ja. En toen is hij in de bus gekomen en toen heeft hij de laatste 15 heeft hij ook weer gelopen. Dus hij heeft echt heel veel heeft hij wel gedaan. Maar net dat een tussenstukje net niet. Geweldig voor je. Maar een geweldige prestatie. Ja, en fijn dat wij bij mochten zijn en dit mochten begeleiden. Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. Ik vond het erg leuk. En wellicht tot volgend jaar, want als reporters hebben jullie het perfect gedaan. Dankjewel. Ja, Freedom van Richie Havens. We horen hem zo meteen nog een stukje tot 10 uur. Ik kan u nog wel even vertellen wat wij vandaag allemaal nog in Soest en Baren kunnen beleven. Bevrijdingsdag dus ook voor senioren in Soest. Dat wordt geserveerd in ontmoetingscentrum De Klarinet in Soest en in ontmoetingscentrum Soesterberg. Dat is allemaal vanaf 9 uur al aan de gang.
Dan om 8:00 vanavond begint het bevrijdingsconcert. U hoorde de burgemeester ook al zeggen van PVO in de Rank. Op 5 mei kunnen de inwoners, dat is vandaag, van de gemeente Soest en Baren ook in de tuin van Paleis Soestdijk terecht tussen 3 en 7 uur. Er is veel te zien en te doen met als hoogtepunt de komst van het Gooi Bevrijd. Die komt met een kolonne van legervoertuigen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gebruikt. De vrijwilligers van deze club vormen samen een levend museum en het Gooi Bevrijd zal rond 4:30 arriveren bij het paleis. Ongeveer 80 voertuigen doen eraan mee, dus er is meer dan genoeg te zien in die prachtige paleistuin. En dat is dankzij een prachtige samenwerking tussen de comité's 4 en 5 mei van Soest en Baren. Maak er een hele mooie dag van, zou ik zo zeggen. En geniet van het weer en van deze bevrijdingsdagfestiviteiten. Dankzeggend aan onze technicus Leo Steinman. En niet te vergeten de redacteuren Antoinette Temmink en Arjan Klaver, die voor dag en dauw zijn opgestaan. Van de nacht tot de ochtend zijn ze bezig geweest om ons die prachtige reportages te laten horen over het vuur uit Wageningen en dergelijke. Nogmaals dank aan hen. U dank voor het luisteren. En wat Eemland 1 actueel betreft, tot morgen. Mr. Richie Haven.